Welkom bij een nieuw filmpje voor Prulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik me vooral bezig met scrapbooking, want ik vind het heel belangrijk om de foto's die we zo snel gewend zijn om te nemen, ook te verwerken tot een volledige herinnering op mooie papiertjes en versierd met prachtige embellishments en een stukje journaling natuurlijk. Vandaag wil ik graag laten zien hoe het mini-album is geworden, wat ik een paar weken geleden gemaakt heb. Een tijdje geleden heb ik een mini-album gemaakt van wat enveloppen die ik over had. En als je dat filmpje gemist hebt, zal ik hem even hierboven linken. In het filmpje heb ik gezegd dat ik ten eerste wist voor wie dat ik het album zou gaan maken. En ten tweede dat wanneer die helemaal af was, ik nog even zou laten zien hoe die eruit kwam te zien. Dus het album is voor mijn vriendinnetje Barbara. Dus Barbara, mocht je kijken en ben ik nog niet voor een tweede keer bij je langsgekomen, dan zet uit. Anders verpest je je eigen verrassing. Barbara is namelijk net bevallen van haar eerste kindje. En het leek mij leuk om dus een mini-albumpje te hebben voor haar, waarin zij foto's van haar kleintje kan plakken. Hij is half Nederlands en half Grieks. Dus vandaar dat ik het Mediterranean Blooms papier ook echt een fantastische keuze vond. Want dan heb je toch een beetje de mediterrane kant van papa er ook in. Dus dit is het boekje geworden. Ik zal ook laten zien wat ik er allemaal in heb. Ik heb er dus geen foto's in gedaan. Dan mag Barbara allemaal lekker zelf uitkiezen welke ze erin wil doen. Het jongetje heet Fivos Dimitri. Dus die letters die heb ik gestempeld met een retired set. Die heet Make a Difference. Ik vond het zo mooie lettertjes. En die kun je heel mooi bij elkaar klein stempelen. Dus die vond ik leuk. Ik heb hem gestempeld met Balmy Blue Inked. Want dat is een van de drie kleuren die ook in dit papier terug te vinden is. Ik heb ook wat Balmy Blue kaartkarton gebruikt in de achtergrond. Het was trouwens gestempeld op Basic White. En ik heb er een laagje Night of Navy papier achter. En ik heb ook alle vormpjes die hier opgeplakt zijn. Die zijn gewoon uitgeknipt uit het dessinpapier. Gewoon om het een beetje verder te versieren. Dus dat is de voorkant. De achterkant heb ik gewoon zo gelaten. En als je het boekje dan openmaakt, dan heb ik een matje gemaakt van Night of Navy met daarop een laagje Basic White. Ik heb al mijn matjes gesneden op 7,5 bij 7,5 centimeter. En de witte laagjes op 7 bij 7. Dus dan kan ze kiezen of dat ze fotootjes van 7 bij 7 wil doen of van 6,5 bij 6,5. Dan heb je nog net het witte randje. Een klein geluk, grote liefde komt uit de stempelset echt iets bijzonders. Daar zit hij. Ja, dus gewoon super toepasselijk natuurlijk op een nieuw geboren babytje. Aan de andere kant heb ik weer zo'n figuurtje van het dessinpapier uitgeknipt. Hier heb ik ook weer Balmy Blue papier gebruikt. En gestempeld met Night of Navy. Deze stempel komt uit een nieuwe set. Daar is hij, het is een wonder. Die heet Liefde en Lichtpuntjes. Dus het is een van de nieuwe Nederlandse stempelsets die te vinden zijn in de 2024-2025 jaarcatalogus. Ik heb alle envelopjes opengeknipt zodat ik er matjes in kon maken. Dus dit is een matje van Balmy Blue. Die heb ik een rand omheen getekend met mijn Night of Navy Stamping Right marker. En ik heb er op gestempeld met een hele oude Celebration set, All Adorned. En die zie je een paar keer terugkomen in dit album. Ik vond het juist leuk dat je dit ook een beetje een soort dat tegeltjesmotief weer herhaalde van het papier. Op een net iets andere manier. En hierop kan ze dus of een verhaaltje schrijven of ze kan nog wat foto's plakken wat ze zelf leuk vindt. Ik wilde alleen proberen om hier niet te veel laagjes op te maken. Dus daarom heb ik niet die fotomatten al geplakt. Omdat het dan makkelijker is om de velletjes erin en eruit te schuiven. De volgende pagina. Opnieuw de stukjes van het dessinpapier hergebruikt. Ik heb een kadertje getekend en ik heb dus deze punten losgelaten. Zodat ze dus de foto hier nog achter onder kan steken. Hetzelfde met de bovenkanten van de Hello. En die Hello is afkomstig uit een hybride embossing folder. Dus dat wil zeggen, hij bestaat uit een embossing folder en een bijpassende stanse set. Dus dan kan je in één keer de vorm embossen en uitsnijden. Daarna heb ik met een vingersponsje wat inkt aangebracht om te zorgen dat je het beter kan zien. Dus als je los de witte spreuken had, dan vielen ze een beetje weg tegen het witte papier.
Hier heb ik de andere blauw tint gebruikt. Dit is Boho Blue. En daar heb ik dus alleen een mat van gemaakt en een Basic White mat daarop. Dan heb ik een insteek. Daar heb ik opnieuw de All Adorned set voor gebruikt, want daar zit die hoek in. En die heb ik in ieder van de hoeken gedaan. Ik had aanvankelijk met mijn Balmy Blue Stampin' Write marker een kader getekend. Maar uiteindelijk vond ik het leuker om hem toch net iets verder nog te versieren met die hoeken. Dus dat heb ik gedaan. En daar kan ze dus ook, ja, net wat ik zeg, ze kan er of het verhaal inschrijven of ze kan er nog een foto in plakken. Er zijn mogelijkheden om die kaartjes op verschillende manieren te gebruiken. You're pretty much the best ever. Komt ook uit die All Adorned set. En hier heb ik twee van de verschillende stempels over elkaar heen gestempeld. Ik heb hier laatst een beetje een vlek gemaakt. Dus ik hoop dat ze dat nog kan bedekken met iets. Een stukje van een foto of eroverheen schrijven waardoor het minder opvalt. Maar ik hoop dat ze me dat vergeeft. Het is handwerk. You Make Me Happy komt ook dus uit die Thoughtful Moments Hybrid Embossing Folder. De hybride embossing mal Thoughtful Moments. Deze had ik aanvankelijk alleen Night of Navy weer met die vingersponsje bewerkt. En toen vond ik hem toch weer wegvallen omdat hier ook dat Night of Navy in de achtergrond viel. Dus toen heb ik hem geplakt op een stuk Basic White en met de hand nog een keertje uitgeknipt eromheen. En nou vind ik dat hij er beter uitspringt. Hier had ik een Night of Navy kaarten in zitten. Dus dan is het makkelijker om met een witte gelpen dat kadertje te tekenen. Dit is een Jelly Roll van Sakura. En om de kaartjes te versieren heb ik uit de Ephemera pack. En die heet Say Something, Saying Something, Something to Say, zoiets. Wat hier staat. Daar heb ik Hallo en Lieverd uitgepakt. En ik heb er wel weer een kadertje op getekend. Op 7 bij 7 centimeter. Om aan te geven van hier zou je nog een foto kunnen plaatsen. Dus die komt hierin. Dan heb ik hier opnieuw weer wat figuurtjes uit het decempapier gebruikt. En ik heb een matje gesneden van Night of Navy kaartkarton. Met een witte mat erin. Deze heb ik op een net iets andere manier gedaan. Ik heb namelijk eerst inkt aangebracht in de embossing folder. En vervolgens dus uitgesneden en geëmbost tegelijkertijd. En dan krijg je dus dit randje erop heen. Vond ik super leuk. Dus daar komt de Love You uit. Dit is alleen een stuk Basic White kaartkarton. En daar heb ik met Night of Navy pen het kadertje om getekend. Dan komen we bij deze. Dit kaartje heeft wel de kadertjes ook gekregen met de Stampin' Write marker. En ik heb met Night of Navy inkt gestemd. Je hebt een warm plekje uit mijn hart. Die komt uit een oude stempelset. Knusse Kerst heette deze. En op de achterkant heb ik wat een schatje. En die is afkomstig uit de zojuist geretireerde Timeflighter set. Wat een schatje staat daar. Maar die leken me ook wel heel erg toepasselijk om bij wat fotootjes te kunnen gebruiken in haar album. Ik ben er voor je is een spreuk die ook uit die Ephemera pack komt. Dit is weer een laagje Boho Blue kaartkarton met Basic White. Night of Navy met Basic White. En voor de laatste keer wat stempels uit de All Adorned set. Ik had nog een strookje van het dessinpapier gesneden. Die is ongeveer 2 centimeter breed. En die heb ik op een halve centimeter gerild. Want ik vond dat de manier waarop ik mijn blauwe kaartkarton afgesneden had, was net niet helemaal mooi strak glad. Dus ik heb deze er gewoon omheen gevouwen. Ik heb ook alleen maar de halve centimeter kant vastgeplakt. Dus alles kan nog steeds vrij bewegen. En dit is dus het boekje geworden over Vivos, als het goed is straks met fotootjes erin, voor mijn vriendin Barbara. En ik hoop dat ik dat er heel blij mee maak. Ik ben benieuwd wat mijn vriendinnetje Barbara gaat vinden van dit mini-album. Ik hoop dat ze hem gaat vullen met prachtige foto's van Vivos. En dat ze die ook met trots gaat laten zien aan iedereen die ze kent. Wil jij nou zelf ook creatief aan de slag, maar heb je daar nog wat spulletjes bij nodig?
dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke stampin-up demonstratrice ben. En ik wil je natuurlijk graag helpen met je bestelling. Je kunt hem doormailen aan leonie@prulleke.nl, zodat ik alles nog een keertje met je door kan nemen. Kan controleren of je niks dubbel hebt besteld of misschien iets bent vergeten. Of eventueel advies geven als je daar behoefte aan hebt. En je kan op die manier ook meedoen met een verzamelbestelling. Als je zegt, nee, ik weet al precies wat ik wil hebben, dan kun je natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de link naar de webshop. Die staat hieronder in de omschrijving en daar staat ook een gastvrouwcode bij. Die gastvrouwcode kun je gebruiken bij al je bestellingen tot aan de 200 euro. En weet dat wanneer je voor minimaal 60 euro bestelt via de webshop met die gastvrouwcode, je aan het begin van de nieuwe maand nog een kleinigheidje krijgt van mij als dank dat je mij had gekozen als jouw demonstratrice. Dat was het weer voor nu. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Vergeet niet om een comment voor me achter te laten, want dat is superleuk om te lezen. Een duimpje omhoog te geven als je het inderdaad leuk vond om te zien hoe het album geworden is. En je kan je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal als je ook in de toekomst geen enkel filmpje van me wil missen. Want iedere dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was het weer voor nu. Ik wens je vast een heel fijn weekend, heel veel knutselplezier en graag tot de volgende keer. Doei doei!